2023 zal een beter jaar worden met het prudent beleid van de regering door te sparen en met steun van de Inter-American Development Bank. Zo sprak president Chandrika Prasad Santokhi de aanwezigen toe tijdens de jaarafsluiting gehouden op 17 december op het districtscommissariaat in Saramaka. Het staatshoofd heeft aangegeven dat hij zich ervan bewust is dat de samenleving moeilijke tijden doormaakt, maar dat deze in het komend jaar zullen veranderen. Mijn mensen, de moeilijkste periode is voorbij. Nu zijn de kinderen een beetje groter, de kinderen kunnen een beetje meer helpen, de kinderen kunnen een beetje meer verdienen. Thuis, wat je geplant hebt, dat begint te produceren. Die bananen beginnen te groeien, cassave begint te groeien, groenten beginnen te groeien, de kippen zijn groot geworden, die kan je verkopen nu. Krijg je meer inkomsten. En als je meer inkomsten krijgt, ga je huis niet verbouwen. En als er meer inkomsten komen, want die worden groter, dan kan je auto kopen. Zo is het ook. Maar inmiddels, papa en mama weten het, kinderen klagen elke dag. Ik moet mijn smartphone hebben. Ik moet mijn telefoon hebben, ik moet mijn fiets hebben, ik moet mijn bromfiets hebben, ik moet mijn kleren hebben, ik moet mooie kleren hebben, ik moet mooie schoenen hebben, ik moet mijn tas hebben. Het gaat gebeuren. Dat is normaal. En zo reageert de samenleving nu ook. Ik moet dit krijgen, ik moet dat krijgen, ik moet dit krijgen. De samenleving wordt boos. In sommige plaatsen gaan ze staken. En daarom zeggen we als regering, geef het volk wat je kan geven. Geef hen de grondpapieren. Laat iedereen een stukje grond krijgen. Vanaf volgend jaar, volgende maand, gaan we beginnen met brengen van goedkoop kapitaal dat mensen zelf kunnen bouwen. Dat je geld kan lenen tegen lage rente. Want rente is heel hoog. Er zijn ondernemers hier, ondernemers aan de rente, die de SRD, bank. Hoeveel? 20 voor SRD. En Amerikaanse dollar? 12% rente. Kijk hoe hoog. Wie kan het betalen? Maar als we goedkoop kapitaal kunnen brengen, tussen 4-5% rente, dan kan je goedkoop kapitaal lenen en je huis bouwen. Dan kan je langzaam, als je verdient, weer aflossen. Die richting gaan we op. Dus mijn mensen, 2 jaar is niet makkelijk geweest. Ik weet dat u het voelt. Ik krijg die berichten, wij voelen het ook, die druk voelen we. Maar ik ga jullie niet in de steek laten. Ik ga alles doen als president en ik werk dag en nacht om te zorgen dat jullie problemen opgelost worden. Soms zeggen ze lelijke dingen tegen mij. Het enige wat ik zeg is, ook dat ga ik oplossen. We hebben straks 2,5 jaar achter de rug. Vanaf volgend jaar gaan we 2,5 jaar nog. Tweede helft van de wedstrijd spelen. En we gaan voor winst. En ik weet dat jullie allemaal je best doen. Ik weet dat jullie allemaal het moeilijk hebben. De ondernemers hebben het moeilijk. Ondernemers hebben projecten uitgevoerd, ook voor de staat. Kunnen hun geld nog niet krijgen. En als ze het gaan krijgen, is de waarde verminderd. Maar we gaan zorg dragen dat iedereen zijn geld krijgt. We gaan zorg dragen dat alle personen geholpen gaan worden, maar step by step. Wat ik niet heb, kan ik niet geven, toch? Maar wat ik heb, kan ik wel verdelen en iedereen een klein beetje geven. En dat is wat we gaan doen. Maar 1 ding is belangrijk. We gaan naar kerstfeest, we gaan naar oudjaar. Ik weet dat je zoveel leuke kerstliederen gaat horen, maar er is 1 lied dat zegt, deze maand, this is the wonderful time of the year. Het is een prachtig maand, een mooie maand, religieuze maand. Blijf bidden. Samen met First Lady bidden we zoveel keren per dag, niet per maand. Niet per week, per dag bidden we. En dat moet je ook doen. Blijf bidden. God heeft je niet in de steek gelaten. God gaat je beschermen. Blijf bidden.
En je gaat zelf merken dat er verbetering gaat komen. Ook voor jullie bid ik. Maar ik bid ook voor kracht, wijsheid. Dat ik jullie problemen kan oplossen. En langzaam zie je die verbetering komen. Straks, 2026, hebben we oil en gas. Hebben we verschrikkelijk veel geld. Hebben we miljarden Amerikaanse dollar inkomsten. Iedereen kan miljonair zijn. God heeft ons zoveel olie en gas gegeven. Dus laten we nu alles doen. Toch? Vooral die oudere personen die hier zijn. Die weten het. Zij kennen hun ouders. Bayadi, u kent uw ouders. Ik kent uw nana en, nana en Aja en Aji. Waarom zijn ze gekomen uit India? Chotike jhori leke aayil. Omer ha dharma, biswas, taagat, himmat, hard werken. Die dingen zaten erin. Eerlijkheid, waarden en normen. Komen werken niet voor jezelf hier, maar komen werken voor je kinderen en kindskinderen. Kijk wat zij voor ons hebben achtergelaten. Ze hebben hard gewerkt. Wat gaan wij achterlaten voor onze kinderen en kindskinderen? Die kleine kinderen kijken naar ons. Papa, mama, wat gaat u voor ons achterlaten? Laten we samenwerken. Een mooi land achterlaten. Laten we samenwerken. Respect hebben voor elkaar. Alle bevolkingsgroepen, alle religieuze groepen. En bouwen aan een mooie toekomst. En bouwen aan een nieuw Suriname. Weer een mooi huis Suriname. Zonder hypotheek. Waar alle kinderen goed kunnen leven. Waar wij alle Surinamers gelukkig kunnen leven. En dit gezegd hebben, dan wens ik jullie allemaal gezegende kerst. Goede jaarsluiting. En een gezond en gelukkig 2023. May God bless you all. Thank you.